Wil jij snel en betrouwbaar coins om dure spelers te kopen of om heel veel packs te openen? Ga dan naar coinsdieverkopen.nl, gebruik de code HART voor 7% korting. Yo mensen, ik ben Mark van Hard Dynasty en dit is Missy Mark en dit is Divisie 4 alweer. Het wordt steeds zwaarder. Ik wil ook mijn season stats laten zien. 148 goals gescoord, 47 tegen, 1.31 goals per match tegen en 4.11 gescoord. Daar ben ik wel trots op, dat aanval. De verdedigend kan het echt veel beter. 74% passing accuracy beschouw ik als oké. Ik wil dat een beetje omhoog tillen naar 80. Maar het is divisie 4 en dan weet je dat je echt tegen echt de hoger rated spelers komt. De betere spelers, gewoon echt qua zeg maar wie de controller gebruikt. En ja, het is gewoon echt lastig op dit moment. En ik weet dat ik zeg maar een beter team nodig ga hebben. Dus ik ben op dit moment, misschien zagen jullie het al, ik heb wat weinig coins in dat scherm. Ik ben een nieuw team aan het maken. Het is een hybrid. Sommigen van jullie zullen het niet heel creatief vinden. Maar ik weet zeker dat het echt super goed is. Dus ik kan echt niet wachten tot het af is. Waarschijnlijk is, ik geloof dat dit aflevering 13 is. En aflevering 15 gaan jullie het zien. Ik miste nog wat coins. Maar ik heb gelukkig die coin boost van 1000 coins per wedstrijd. Dus dat komt me wel goed uit. Maar over op die matches. Ja, ik ben iets meer van het afleggen gaan spelen. En iets meer op de headers. Want ik merk gewoon dat dat is hoe het en gewoon heel vaak gaat. En dat werkt gewoon goed. En ik zit in divisie 4. Met een Bundesliga team wat oké is. You know, het is echt geen divisie 1 waardig team hoor. Met afstand niet. Maar ik weet gewoon van, als ik er wel tegen speel als Ibra of zo moet. Ja, dan moet ik gewoon mijn allerbest zijn. Want dit is bijvoorbeeld ook een heel goed team. Bijvoorbeeld RVP is veel beter dan wat ik heb. En dan moet ik gewoon ja, alles doen om te kunnen winnen. Dat doen jullie ook lijkt me dus. Niet onredelijk toch? Maar in ieder geval, hij komt hierdoor nog afgekatst. Wel schiet hij hem hier binnen met Balotelli. En Balotelli en RVP zijn echt mijn soort kryptonite. Ik weet niet wat het is. Maar tegen die twee gasten heb ik altijd een probleem. Balotelli is een normaal vreemde keuze om op Cam te zetten. Maar het werkte echt verdacht goed voor hem. Ik weet niet hoe dat kan. Ik heb ook geen uitleg voor. Iemand zei trouwens ook op mijn pack perfectie gisteren. Als ik bijvoorbeeld iemands team zie. En ik zeg, die speler zou ik daar niet gebruiken. Wie ik daarvoor voortaan bijvoorbeeld zelf zou gebruiken. Dat zou ik ervoor dan ook vermelden. Dat vonden mensen blijkbaar wel interessant. Want de comment had iets van 5 likes of zo. Dus ik had iets van, dat is mooi, weet je. Dat soort comments helpen mij ook. Want dan weet ik een beetje wat ik nog extra erbij kan vermelden en wat niet. Maar dit potje echt, man. Het is zo lastig, zeg maar. En lastig is goed in dit geval. Lastig is een goed iets, maar ach man, dat kan ik me af en toe ook aan ergeren. En ik had niet mijn beste FIFA sessie vandaag. Misschien was ik niet voorbereid divisie 4. Ik dacht dat ik in divisie 5 zat. Maar ja, ik weet niet. Ik was niet goed vandaag. En het is naar mijn mening ook te merken aan de gameplay tot nu toe. Ook mijn penalties staan de afgelopen tijd heel zwak. Deze ook. Misschien is de power wel goed. Maar ik hou en te weinig rekening met de spelers shot power. Waardoor ik hem vaak echt veel te hard mik. En ik hou gewoon geen rekening meer met waar ik hem heen schrijf, waar ik hem soms iets te hoog doe. En het is gewoon stom, want penalties zijn altijd mijn trademark geweest. En dat ik er nu gewoon iets meer mis, is gewoon redelijk vervelend. Dus ik moet weer een beetje de Balotelli worden van de penalties. In de zin van, als ik ze krijg, dan score ik ze gewoon. Daar zorg ik voor ga. Maar dit ook, ja, deze game had ik een beetje gelukt. Stom ook bij. Je zag ook, ik wilde hem afleggen eerst met Ramos. Daar faalde ik compleet in. En alsnog kreeg ik de rebound. Dus het is ook een kwestie van geluk hebben als je in de hogere divisie zit. Maar 3 wedstrijden, 9 punten mag ik op zich niet overklagen. Want dan moet ik tegen dit team. Met upgraded lekker zit op Cam, Ibra in de spits, Marco Reus, Alaba, Boateng, etcetera. Het is een heel erg sick team. Nou, ik kan je veel highlights laten zien en ik kan het heel goed voor je analyseren. Maar waar deze wedstrijd gewoon puur en alleen op neerkomt, is ik werd compleet gereept. Echt letterlijk belachelijk, gewoon over de top, helemaal niks. Ik kon er helemaal niks van deze pot. En de hele FIFA sessie was ik eigenlijk gewoon ondermaats. En vooral deze pot was gewoon zo lastig. Was een kwestie van, hij had en de goede spelers. Dat kan iedereen in theorie hebben. Als je bijvoorbeeld ook coins haalt of je trade of hoe je dat ook doet. Maar in ieder geval, hij had en de goede spelers en hij kon ook goed spelen. Zeg maar, hij was gewoon goed. En dat is lastig. Het is vervelend om toe te geven. Maar ik werd gewoon echt compleet gerekt door deze man. En ik spoel ook heel snel door zoals je ziet, weet je. Dat wil je niet echt graag zien bij jezelf. Als je ook altijd commentaar hoort altijd van ja. Als je komt dat hoort zegt ja het ging niet heel goed deze wedstrijd. Dit moet echt beter in de volgende pot. Ja, ik skipte hem snel door. Het was een wedstrijd om te vergeten. Maar ik moet tegen die 3-4-1-2 Serie A team. Redelijk goed, redelijk snel. Ja, het kan heel gevaarlijk zijn. Dan komt hij door met Tevez. De eerste kans van de wedstrijd. En Tevez is iemand die ik in het begin veel gebruikte. Pre-patch, zeg maar. Letterlijk FIFA 15 release gebruikte ik Tevez veel. Vond ik echt een absolute god. Tegenwoordig, ik weet niet hoe die is. Maar ik krijg wel mijn kans. En na zo'n los moet je eigenlijk vaak stoppen. Want meestal heeft het een beetje een mentaal effect op je. In de zin van, je raakt een beetje gefrustreerd. En dan ga je slechte keuzes maken in FIFA. Basis gaan minder aankomen. Dat frustreert je nog meer. All in all is het gewoon niet iets wat je moet doen. En ik doe het zelf wel.
ik doe het zelf wel. Ik geloof dat ik heel Divisie 5 in één sessie heb opgenomen. Wat ook echt te merken is naar mijn mening tot nu toe. Je ziet gewoon dat ik niet goed presteer. Mijn aanvallen zijn slecht. Mijn goals zijn een beetje lucky. En het komt hier ook voor. Kijk, hij komt hier gewoon weer op 3-2. En ik sta ook niet goed te dekken. Ik let gewoon niet goed op. Ik denk niet goed genoeg vooruit. En ik kom hier wel door met Jefferson voor fun. En dat is dan nog de 3 tegen 3. Maar en hier ook dan nog de 4-3. Ja, het is puur geluk wat ik had. Het is puur geluk. Misschien ook doorzettingskracht. Misschien ook niet. Maar het is wel een beetje geluk. Ik win met 4-3. Ik kom op 12 punten na 5 wedstrijden. Wat op zich oké is. Maar het moet wel beter. Want ik ga in divisie 3 komen hopelijk. Maar dit is ook het einde van de aflevering. Dank je voor het kijken. Like dit als je genoot. Abonneer als je dat nog niet gedaan hebt. Je kunt me ook volgen op Twitter en dergelijke. En ja, ik zie jullie later weer. Doei.